jongens en meisjes, de geschiedenis van Nune kent vele grote dagen. En vandaag is zonder twijfel weer zo'n grote dag. Want Nune opent een nieuwe sportpark voor RKSV Nune. Geschiedenis kenmerkt zich doordat mensen met elkaar en voor elkaar zorgen en voor een goed leefklimaat borg staan. En Nune staat bekend om een rijk verenigingsleven. Gemeenschap en gemeente staan dicht bij elkaar. De komst van de ruimtebalans, die veelzijdige bouwopgave voor Nune, heeft een stroomversnelling gebracht in woningbouwprojecten, de bouw van brede scholen, de vernieuwing van accommodaties, gemeenschapshuizen. En het gaat dus, dames en heren, goed met onze dorpen. Het is ons aller taak om die spirit die we in de laatste jaren gezien hebben, in een goede harmonie tussen al die mensen en al die belangen in stand te houden. En vandaag is de schijnwerper gericht op de voetbalsport. We staan hier op een schitterend complex dat eigenlijk ook na een lange aanloop in recordtijd tot stand is gekomen. En voor RKSV is het in ruim 85 jaar... 27 september 2008 is een datum die in de annalen van de RKSV Nune als een bijzondere dag de geschiedenis ingaat. Maar niet alleen in de annalen van de RKSV Nune, ook de gemeente Nune zal deze zonnige dag als een hoogtepunt in het sociaal-maatschappelijke leven van de gemeenschap bijschrijven. Als we het tijdspad van het ontstaan van deze accommodatie de revue laten passeren, dan schrijf ik het jaar 1998. Eén jaar na mijn officieel aantreden als voorzitter van deze vereniging. Waarin de eerste verkennende contacten zijn gelegd voor het verplaatsen van Sportpark De Luisterruik naar een nieuwe locatie. Nu, 10 jaar later, waarin we 2 burgemeesters, 9 wethouders en heel veel raadsleden, maar ook bestuursleden van RKSV Nune zagen komen en zagen gaan, is het eindelijk zover. Dames en heren, genodigde leden, supporters, sponsoren, sportvrienden, maar in het bijzonder burgemeester Willem Lichtvoet en de wethouders Andries Mulder, Johan Ebberink en Ad van Beek, als mede onze geestelijk adviseur pastoor Hans Vossenaar, die bij de Heer kennelijk heeft gepleit voor dit mooi weer. Ik heet u allen van harte welkom op deze zonovergoten dag bij deze bijzondere gelegenheid. De officiële opening van het sportpark. Echter, dames en heren, zonder het leger van vrijwilligers was er niets van terechtgekomen. Ik wil stilstaan bij al die vrijwilligers die allen op hun specifieke terrein een geweldige bijdrage hebben geleverd. Een vereniging kan niet zonder vrijwilligers. En zeker kijkend naar de toekomst zal dit sportpark ten opzichte van de Luisterruik meer zorg en onderhoud vragen. En daar zullen wij onze vrijwilligers hard bij nodig hebben. Ik vraag een applaus, wederom nu, voor de vrijwilligers. Het zal u, naar ik hoop, duidelijk zijn dat ik ook hier niet alle mensen kan gaan noemen. Daar zijn er te veel voor en ik ga mensen vergeten, dus dat wou ik me niet doen. Maar ik kom er niet langs, ik wil er ook zelf niet langs, om toch een aantal mensen te noemen. Het mag dan volgens Cor Molenaar zo zijn dat ik voor het mooie weer gezorgd heb. Als ik dadelijk het park moet inzegenen met wijwater, houdt u het zonder paraplu in elk geval niet droog. In de WMO, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, maar ook in de gezondheidszorg, dus ook op het ministerie van WVC, heeft men het graag over heel de mens. De mens zien als een geheel. En men gebruikt daar dan vaak het woordje holistisch voor. Maar wat bedoelen we daarmee? De mens als heelheid. Dat betekent zoiets als dat je ook een lichaam hebt, dus fysieke kanten. Er is een psychische kant.
een sociale kant, want ook het verenigingsleven socialiseert. Je hebt de achtergrond, etnisch en cultureel, met de daarmee samenhangende opvattingen. En zo is er onder andere ook de geestelijke kant. En dan bedoelen we het begrippenkader. Thank you.